Dag allemaal, mijn naam is Davy van Hemelen. Ik ben ICT-adviseur bij Klassement en daarmee help ik ICT-coördinatoren en geef ik advies voor ICT in het onderwijs. En ik hoef jullie uiteraard niet te vertellen dat het voor mij ook heel, heel druk is momenteel. Maar uiteraard is dat voor iedereen momenteel het geval. Maar toch wil ik even tijd maken om jullie een beetje te vertellen hoe ik mezelf hier thuis heb georganiseerd om toch van thuis uit te kunnen werken. Achter mij zien jullie de werkplek waar ik nu 5 dagen per week kan telewerken, wat wel een grote luxe is, dat snap ik ook wel. Niet iedereen kan telewerken. Maar ja, ik raad toch iedereen aan om te proberen een plekje apart te zoeken. Al is het maar in de hoek van de slaapkamer, waar je dan rustig kan werken. Of met je leerlingen praten via videoconferencing bijvoorbeeld. Of een vergadering met collega's kan organiseren om toch even de kleine kids die hier nog in huis rondlopen, toch even apart te kunnen zitten. Ook mijn vrouw werkt in het onderwijs en natuurlijk heeft zij ook wel natuurlijk nog werk te doen. Zij moet ook haar taken voorbereiden die ze aan haar leerlingen geeft. Zij moet ook andere voorbereidingen doen en ze moet ook af en toe eens een beetje apart kunnen zitten om eventueel via videoconferencing les te geven aan haar leerlingen. En daarom delen we deze werkplek ook wel een beetje samen. Wanneer zij hier zit, ja, dan ben ik met de kleine kinderen in huis bezig. En ja, omgekeerd, wanneer ik hier zit, dan kan zij wel een beetje letten. En is zij bezig met het huiswerk of de animatie van de kinderen? En in onze keuken hebben we geprobeerd om terug wat structuur te brengen in deze coronacrisis. Thuis, we hebben geprobeerd om een schemaatje te ontwerpen met de nodige symbolen voor mijn 5-jarige dochter, die uiteraard nog niet kan lezen, en mijn 8-jarige zoon. Duidelijk afspraken opnieuw van wanneer werken we voor school, maar wanneer vragen we ook om ze wat ontspanning te geven. Dat wordt allemaal mooi hier opgelijst in dit overzichtje. En ook niet onbelangrijk is, we hebben ook onze eigen foto's afgedrukt en eigenlijk ernaast te laten hangen. Dan weten ze ook wanneer ze mama of papa kunnen aanspreken bij bepaalde vragen of als ze gewoon ja, dorst hebben. En als er geen foto van mama of papa naast hangt, ja, dan weten ze dat papa misschien nog aan het werken is of dat mama aan het werken is en dat ze gewoon even ja, rustig en stil moeten zijn. En af en toe moet je ze ook even gewoon laten ontspannen en wat schermtijd gunnen. En dan komt die dag wel helemaal goed. Hopelijk ben je iets met deze korte tips. Je vindt ook wel heel wat voorbeelden om als ouder om te gaan met deze crisis op Klassement. En vergeet ook niet om hier op deze bol hier even te klikken. En dan abonneer je ook op dit YouTube-kanaal om geen enkele video te missen. Bye, thanks.